Vandaag ben ik in Varsseveld en praat ik met Willy en Wim Dondergoor. Goedemiddag. 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 En Wim. Van Dondergoor buitenspeelgoed en machineverhuur. En we staan hier bij wat buitenspeelgoed, Willy. En dat doen jullie al een tijdje, hè? Dat doen we al 10 jaar. 10 jaar gaan we al. En zitten we in de verkoop van speelgoed. Mm-hmm. Van buitenspeelgoed. Oké. Okay. En ik zie hier een mooie kinderschommel. Zelfs ook nog een mooi huisje met een glijbaan erbij. En wat hebben jullie zoal voor kinderspeelgoed, Willy? We hebben trampolines, we hebben skelters en trikers. Mm-hmm. Okay. En een beetje groot buitenspeelgoed. Groot buitenspeelgoed. En Wim, met grote buitenspeelgoed, ik zie daar wat skelters inderdaad staan op de achtergrond. Ja, dat klopt. Meestal doet Willy de verkoop van trampolines en dergelijke. Daar heeft ze ontzettend veel verstand van. Mm-hmm. En ik doe meestal het rijdend materiaal. Dus ja. Dat is vaak, en dat wil zeggen skelters, strijkers en voetbaldoelen hebben we in het programma. Oh ja. Van klein tot groot. Een doel met van die gaten erin, zie ik aan de achterkant, Wim. Ja, dat is een extra schietnet om te trainen. En daarvoor een wat? Wat kleinere doelen. En daar links van ons nog de kleine doeltjes die je ook in de tuin of op straat neer kunt zetten. Ja. Die zijn flexibel. Mm-hmm. Oh ja. Oh, die kun je dus ook opvouwen en meenemen. Ja, dus heel makkelijk op vakantie. Ja. Dat is duidelijk. Ja, ja. Oké. Okay. En Willy, jullie zijn gevestigd in Varsseveld, hè? Varsseveld, Hiddingdijk 8. Hiddingdijk 8. En daar vindt de verkoop plaats? Daar vindt de verkoop plaats, naast de woning. Mm-hmm. Dus we zijn heel veel bereikbaar. En ook via internet, geloof ik, via Willy? Via internet verkopen we veel, ja, via internet. En we kunnen natuurlijk altijd aankomen. Vaders, moeders, papa's, mama's met de kinderen. Kunnen ze even uitproberen wat goed bij een kind past. Ja. En wat ik van jullie begrepen heb, Wim, is dat ook heel vaak de opa's en oma's meekomen, hè? Ja, die komen heel vaak mee, dat is correct. Mm-hmm. En ja, ze willen graag proberen en de kinderen willen graag proberen. En het komt best vaak voor dat ze met wat anders naar huis gaan dan dat de bedoeling was. Ja, ja. Ja, klopt. Oké. Okay. En de bereikbaarheid, Willy. Ik heb begrepen dat het eventueel ook 's avonds kan of in het weekend, hè, in overleg. Dat kan in overleg. Als ze eerst eventjes een telefoontje doen of even een mailtje doen, dan kunnen we even een tijd afspreken. Dan is er altijd iemand aanwezig. Oké, okay. Ik zie op jullie bord het telefoonnummer al staan. Hè? 0315 243 000. De website is www.dondergoor.nl. Wim, het e-mailadres geloof ik is info@dondergoor.nl? Dat is correct, info@dondergoor.nl. Daar okay. Zijn we op bereikbaar. En als ze een mailtje sturen, krijgen ze altijd antwoord. Mooi. Nou, bedankt voor de toelichting en heel veel succes. Graag gedaan.